Welkom terug en dan zie ik bij de Europese kampioenschap judo. En we kijken hier naar de dames in de klasse tot 48 kilogram. Tussen Jana Perlberg uit Duitsland, de dame in het blauw, en Barbara Stapler, de Zwitserse, in de witte kimono. Uchimata aanval, Ken Uchimata doorhuppen op dat standbeen. Door Perlberg, Perlberg overigens, zij is Europees kampioen in die klasse tot 48. Nederland heeft daar geen deelnemers ingeschreven. Er staat een Koka op het Nuco op het bord voor blauw. Perlberg staat voor. Maar de Zwitserse stapler is absoluut niet geïntimideerd door haar gelouterde tegenstander. Bruine band. Het gros dat hier loopt is uiteraard wat verder. Maar het maakt, wat strijders betreft, in ieder geval zeer weinig uit. Normaal zie je daar linksboven het scorebord. Een groot voordeel voor Perlberg, de Europese kampioene. In de klasse tot 48 kilogram. Vrouwen hierdoor een stuk harder geworden. Er wordt ook duidelijk meer op kracht gewerkt als voorheen. En ook coach Van der Geest heeft veel gewerkt aan het trainen op de kubikata, op het pakken. De juiste pakking die zeer belangrijk is om die aanval in te gaan zetten. Om datgene te kunnen gaan doen wat je wil gaan uitvoeren. Perlberg over die schouder heen. En immobiliseert eigenlijk daardoor een beetje de bewegingstactieken van Barbara Stapler. En nog steeds de Juco-voorsprong voor blauw. 1 minuut 16 te gaan in de strijd. En Stapler moet gaan aanvallen. Probeert Ochigari. Daar wordt overheen gestapt door Perlberg. Nou, dan proberen naar beneden te gaan met die Serenager. Maar ook dat werkt niet en wordt doorzien. En nu gaat de Duitse in die aanval. Probeert nu het grondwerk aan te gaan. Nu moet ze proberen die arm weg te krijgen. Maar dat wordt heel goed verdedigd door de Zwitserse. Ja hoor. Je houdt dat goed dicht daar beneden. Daar kan geen hand of geen armpje tussen van Perlberg. Perlberg die erg sterk is in het grondgevecht. Dat weet Stapler ook. En die verdedigt het dus op afdoende wijze. Nog maar een 35 seconden te gaan. De voorsprong voor Perlberg staat nog steeds. Weer die Ochigari van Stapler. En weer. En weer stapt daar Perlberg weg eromheen. Zoekt steeds het gevecht op die grond. Een verwurging aan gaan zetten misschien nu dat dan dat zou gebeuren. En nu kan ze die hand daar vrij krijgen. Kijk eens even hoe ze met het linkerbeen dat been controleert. Nu gaat die linkerhand om de linkerarm van Stapler heen. En daar komt die Dujigatame. Ja hoor. Hups, aftikken afgelopen uit Ipon voor Perlberg. Heel mooi opgebouwd. Bewust heel zoeken naar die techniek steeds. Je zag ook steeds dat Perlberg naar die grond toe wilde. En Barbara Stapler er absoluut geen zin in had. Maar met Ipon voor die armoverstrekking kan Jana Perlberg een ronde verder gaan in de klasse tot onder de 48 kilogram.